Welkom bij Flea TV nummer 170. Met zoals steeds in het begin van het jaar de grote autospecial. Oui, dans cette émission, nous vous présenterons toutes les nouveautés du paysage automobile, toutes celles qui feront leur apparition sur nos routes cette année. En aangezien het openbaar vervoer in ons land erbarmelijk blijft en bepaalde politieke partijen de auto blijven wegpesten, is de auto nogthans samen met de moto, de e-bike en de step het enige alternatief om je efficiënt te verplaatsen van punt A naar punt B. En daarbij blijft de auto veruit het populairste vervoermiddel. Dat zag je vorig jaar misschien niet aan de inschrijvingen, maar wel aan de bestellingen. En dat wordt gestaafd door onze allereerste gast hier in de studio. Niet waar, Gabriel Goffoy? Ik bevestig dat volmondig, Philippe. Nu, Gabriel, zoals bekend vindt het 99e autosalon plaats bij de concessiehouders. Er gebeurt niets in de Heizelpaleizen en toch gebeurt er iets op de Heizelpaleizen, letterlijk zelf. Inderdaad, de pandemie heeft onze creativiteit aangewakkerd. We hebben beslist om op het dak van het mythische Paleis 5, die mooie façade van de Heizel, een rooftopstudio te bouwen uit glas met een zicht op het Atomium en over heel België. Vandaar kun je dus eigenlijk alle concessiehouders zien, Automotto en Van, waar dat het salon zal doorgaan. En vanwaar dit initiatief? We hebben eigenlijk echt de nood om op een creatieve manier te spreken over onze sector. En dat gaan we doen in de vorm van een 99 seconden infojournaal dat ook uitgezonden zal worden door Kanaal Z elke dag. En in dat journaal gaan we drie type gasten uitnodigen. Enerzijds politici, anderzijds de experten uit de sector, maar ook BV's die op vragen gaan antwoorden over individuele mobiliteit, gesteld door de jongeren van de generatie Z. Prima, iets om naar uit te kijken. En wij gaan alleszins van start met onze rubriek Mobility. Met een vloot van ruim 52.000 wagens is KBC Autolease een vooraanstaande speler op de Belgische autoleasemarkt. Het dankt die positie aan een full-service aanpak waarin het een drietal prioriteiten naar voren schuift. Als wij over mobiliteit spreken, dan denken we eigenlijk in drie thema's. Wij willen u in eerste instantie mobiel houden. De supply issues die we vandaag meemaken, die helpen wij u overkomen. Ten tweede, ontzorgen wij u. Eens u gekozen heeft voor een verkeersmiddel, dan zullen wij ervoor zorgen dat u mobiel blijft. En ten derde denken wij in termen van oplossingen voor vandaag, maar ook voor morgen. Dus innovatief, groen, digitaal. Dat is een beetje wat u kan verwachten van KBC Autolease. Om te voldoen aan de vereisten van een snel veranderend mobiliteitslandschap wordt bovendien volop ingezet op elektrificatie. Het bestaat eigenlijk al lang, de derde golf van de industriële revolutie. Einde jaren 1800 waren er al elektromotoren. Ik denk wat het nu zo uniek maakt, is dat we die willen inzetten in de mobiliteit. En dus voor de massa. Dat is een grote uitdaging. Technologisch is dat een uitdaging, maar ik zou zeggen vooral ook qua denken en handelen van de mensen. De klanten zitten met verschillende vragen, zeker ook omtrent de fiscaliteit, omtrent het rijbereik van die elektrische wagens. Wij adviseren onze klanten daarin, bijgestaan door een aantal partners ook, die wij beroep op doen voor de meer technische vragen dan, zoals inkom en traject. Een groot verschil met traditioneel autorijden is de manier van laden. Ook hiervoor ziet KBC Autolease een totaalpakket aan oplossingen. Uiteraard is de meest gemakkelijke manier het laden thuis. Daarvoor zien wij laadpalen via partner Shell Recharge Solutions. Naast het laden thuis voorzien wij ook, of kunnen wij ook via partners voorzien in laadpalen in het bedrijf zelf. En ten laatste is er uiteraard het laden onderweg, waar wij dan de verschillende laadpassen kunnen voorzien, die zowel voor hybride wagens kunnen gebruikt worden als uiteraard full electric laden. Passen. Wij proberen de trends in de markt ook heel hard op te volgen. En zo proberen we op die manier eigenlijk te gaan experimenteren om te kunnen en te blijven innoveren. Bijvoorbeeld door de introductie van waterstof in de vloot. Wat we afgelopen jaar gedaan hebben in 2021 is de eerste levering van een waterstofwagen op de markt gezet bij onze klant CMB. Waterstof is eigenlijk een heel duurzaam alternatief op de markt in de fleet. Het is eigenlijk het ecologische van een elektrische wagen, maar anderzijds heeft het ook de voordelen dat de laadbeurt of de tankbeurt even snel gaat dan een fossiele brandstofwagen.
KWC Autolease wil voor het komende jaar ook verder gaan focussen op energiemanagement. Hoe willen ze dat gaan doen? Wel, ze gaan volop gaan experimenteren en deel uitmaken van verschillende zaken rond energiemanagement en gaan ook mee gaan testen in het kader van een sandbox. Focuspunten daar zijn energieswapping. Dus daar gaan ze eigenlijk gaan kijken hoe medewerkers eigenlijk hun energie kunnen gaan besteden voor hun wagen op te laden en dat de factuur toch rechtstreeks bij de werkgever terecht gaat komen. KBC Autolease is tenslotte pionier in multimobiliteit en zet ook sterk in op alternatieve vervoersmogelijkheden. Binnen KBC Autolease zijn we naast de fuel shift, de elektrificatie van de wagenparken, uiteraard ook bezig met de modal shift. De shift naast het gebruik van de wagen ook de fiets en het openbaar voer te gebruiken. Fiets met fietsleasing uiteraard en openbaar voer met onze app Olympus. Dus met andere woorden, je moet eigenlijk holistisch denken. En dan wat wij dan typisch doen is profielen maken van gebruikers en journeys uittekenen om eigenlijk op die manier de gepaste oplossing te vinden voor iedereen. Vertraagde leveringen zijn echt de hete hangijzers van het moment. Hoe gaat VAB daarmee om, Koen? Het is inderdaad iets wat wij ook ervaren. En wagens geraken moeilijk vervangen. Ze worden wel besteld, maar ze komen nog niet. Daardoor worden ze altijd maar ouder en krijgen we ook meer interventies. Ook moeilijkere, zwaardere interventies. En daarop reageren we nog altijd met volledig geloof te hebben in ons eigen systeem van eigen wegenwachters die wij volledig bijscholen, die maximaal getraind zijn om de wagen langs de kant van de weg te herstellen. Nu, in de gevallen dat dat niet lukt, hebben we nog altijd de mogelijkheid om het voertuig af te slepen en beschikken wij over een groot en flexibel wagenpark van vervangwagens. Nu, uitstootvermindering, veiligheid, connectiviteit, auto's worden steeds complexer. Hoe gaat VAB ermee om qua planning en aard van het in te vullen? Inderdaad, voertuigen worden complexer, maar daarom niet noodzakelijk minder betrouwbaar. Wat we wel zien is dat de bediening van het voertuig moeilijker wordt. En daarom willen we eigenlijk de technische capaciteit op onze alarmcentrale, waar dat de oproepen binnenkomen, nog verhogen, zodat we de klant telefonisch kunnen helpen en zelfs geen wegenwachter moeten langsturen. In 2018, Europcar Group devenait Europcar Mobility Group. Une évolution, Clotilde Vadelatem, qui est largement passée inaperçue sans doute auprès du grand public, mais qui est loin d'être anodine. Tout à fait. Europcar Mobility Group Belgium est essentiellement tournée vers le monde du B2B. Le monde de la mobilité a fortement évolué et la législation est changeante. Pour ce faire, nous avons développé, avec d'autres acteurs de la mobilité, des réponses qui, entre autres, proposent des cartes de paiement de mobilité, incluant la location de voitures, le leasing vélo dernier cri et des solutions de gestion de parking. Alors, jusqu'ici, Europcar était aussi synonyme de location court terme. Est-ce que ça aussi, ça a évolué? Non, Europcar reste avant toute chose une société de location court terme, mais tenant compte de la demande croissante de nos clients où, entre autres, la flexibilité est une attente majeure de nos clients et aussi compte tenu de la situation critique actuelle des semi-conducteurs, la durée de location de nos contrats évolue constamment. In 2022 verwacht men ook een verdere stijging van de fietsenverkoop en een uitgebreide stok is daar natuurlijk bij een must. Dag Bram. Dag Katja, klopt helemaal. Hè. Bij Bike for Mobility zijn we daarop voorzien en hebben we ruim 300 fietsen gans het jaar door voorradig. Gaande van de merken Scott, Granville, Bergamont tot Benno. Je hebt ook een verrassing in petto. We hebben iets nieuws, een Belgische primeur, Cake. Cake is ontwikkeld in Zweden en biedt een volledige e-mobility oplossing voor gemotoriseerde tweewielers. Daarin hebben we in het gamma mopeds gaande van 25 km per uur tot 45 km per uur. En dan zwaardere versies voor het 125 cc rijbewijs die 100 km per uur rijden en een autonomie hebben van 90 km. Deze voertuigen kunnen ook volledig uitgerust worden als cargo bikes voor alles wat express delivery is. Dag Liana. Het jaar 2021 was voor Skoda rijk aan nieuwigheden en dan vooral op elektrisch gebied.
Dag Katja, het klopt volledig. Het is een zeer bijzonder jaar voor Skoda geweest. Zelfs een nieuwe tijdperk, zou je het durven zeggen, want we hebben onze allereerste 100% elektrisch voertuig geïntroduceerd, zijnde de Enyaq iV. Het is een SUV met een rijbereik tot 520 kilometer en onlangs ook gelanceerd in een vierwiel aandrijvingversie. Bij Skoda werd het einde van het jaar ook gekenmerkt door de lancering van een nieuwe generatie van de Fabia. Absoluut. De Fabia die echt wel een iconisch model is voor Skoda, want een twintigtal jaar later zitten we aan een nieuwe generatie nu die gelanceerd werd. Het is een compacte stadswagen die feitelijk niet meer zo compact is, want ze is steeds groter geworden, ruimer, ook aan de wielbasis, maar ook in de lengte. En dan uiteraard van binnen, met nog altijd een koffer die het grootste is binnen zijn eigen categorie. En dan bovendien heeft de wagen ook een volledig nieuw design gekregen. Het is ook een voertuig dat eigenlijk groeit binnen onze fleetstrategie, want het is namelijk zo dat al die elementen, plus vele andere, maken daar echt wel een ideale compacte firmawagen van. De Fabia is een fleet-product en dat gamma zal ook blijven groeien de komende maanden? Ja, absoluut. We hebben het eerder gehad over de Enyaq iV en zijn vierwiel aandrijvingversie. Maar dat is niet alles. We hebben ook een RS-variant die eraan komt. Een versie die sportiever zal zijn en ook met een kracht gaande tot 300 pk. En dan de grote verrassing, een beetje later dit jaar, dat zal onze Enyaq Coupé iV zijn. Onze eerste 100% elektrische SUV, maar dan in coupé-versie. En het interessante is dat hij ook nog eens in een RS-variant gelanceerd zal worden, nog later dit jaar. Skoda zal in 2022 ook verder zetten met het vernieuwen van zijn gamma verbrandingsmotors en dan vooral de SUV. Ja, dat klopt. Onze volledige SUV-gamma is vernieuwd geweest. Dat is einde vorig jaar begonnen met de lancering van onze nieuwe Kodiaq Facelift. Ons gezins-SUV met een ruime koffer gaande tot 7 zitplaatsen. Maar dat is niet alles. Later dit jaar verwachten we ook de lancering van de nieuwe Karoq Facelift. Dat is onze tweede grootste SUV die toch wel een heel belangrijke rol bij Skoda speelt. We willen het graag nog even hebben over de Octavia. Ondertussen de vierde generatie van dit model hebben jullie een jaar achter de rug. Wat hebben jullie daaruit geleerd? De Octavia is onze absolute bestseller bij Skoda. Het is namelijk zo dat de combiversie van de Octavia ook wel het best verkochte break van België is. En dit sedert enkele jaren. Het is een zeer veelzijdig model. Dankzij verschillende elementen, zoals bijvoorbeeld de ruimte binnenin, maar ook in de koffer. Als ook het design, het rijcomfort ervan en ook een brede scala aan motorisaties. Inderdaad, en zonder autosalon zal het publiek dit model en alle andere kunnen ontdekken bij de dealer. Absoluut, onze dealers die met veel plezier alle bezoekers zullen ontvangen en dit zowel in de weekdagen als tijdens het weekend, inclusief op zondag tijdens de salonperiode. Maar dat is niet alles, we zijn een stapje verder gegaan. We hebben namelijk een virtuele showroom ontworpen, een soort van toren waar men een selectie van onze voertuigen kan ontdekken, gebaseerd op een 360 graden technologie, waar de bezoekers dus ook alle voertuigen langs alle uithoeken kunnen bekijken, wat vrij interessant is, en uiteraard ook onze saloncondities ontdekken en die tot 31 januari. Op het vlak van elektrificatie ja, zijn jullie bij Volkswagen al een tijdje goed bezig. Maar ook dit jaar mogen we nieuwe dingen verwachten. Zeker. Dus Volkswagen is on the way to zero. Dus CO2-neutrale mobiliteit voor iedereen. Zo hebben wij de nieuwe ID.3, de eerste elektrische wagen van Volkswagen. En die hebben we nu aangevuld met een ID.4, een SUV. En we lanceren nu ook de ID.5, dat is een SUV-coupé. En later dit jaar lanceren we nog de iconische ID.Bus. Dus en tot 2025 zal Volkswagen dat elektrische offensief voortzetten en lanceren wij nog 4 extra modellen. En wat ook heel belangrijk is, dat vandaag de levering van al die elektrische wagens reeds CO2-neutraal gebeurt. Dus echt the way to zero met Volkswagen. Alright. En wat mogen we verwachten op het vlak van fleet, Noam? In fleet garanderen we onze klanten niet alleen competitieve, maar vooral stabiele fleetvoorwaarden. Dit op een uiterst volledig en fiscaal vriendelijk gamma, met naast onze elektrische modellen ook 7 PHEVs. En dan mogen we uiteraard onze klassieke verbrandingsmotoren niet vergeten, waar we onder andere nu in de showrooms de nieuwe Taygo als sportieve SUV-coupé verwelkomen.
En dan vervolgens volledig nieuw in 2022, ons Business Editions offensief. Dit zijn speciaal voor de Belgische markt ontwikkelde versies, waarbij we steeds de grootste value for money verhouding garanderen, en dit op alle modellen. En dan kun ik claimen dat dit de beste keuze is in 2022 voor zowel onze particuliere rijders, de bestuurders van fleetwagens, als ook de bedrijven. Jan, welkom. Zoals geweten speelt het salon zich af bij de concessiehouders. Is dat ook het geval met commerciële voertuigen van Volkswagen? Uiteraard. Voor het tweede jaar op rij gaat het salon plaatsvinden bij onze concessiehouders. Op vlak van onze bedrijfsvoertuigen hebben we weer al een focus op onze salonvoordelen met allerlei klantenbonussen en voordelen op pax op het volledige gamma, gaande van de Caddy Cargo tot en met de e-crafter. Maar we hebben nog meer in petto. We pakken wederom uit met een 0% rentevoet in financiële leasing en renting voor onze professionele klanten. En wij als vertrouwde partner hopen het verschil te kunnen maken met deze 0% rentevoet. Op vlak van personenvoertuigen hebben we dit jaar weer de focus op onze Caddy Maxi en meer bepaald onze speciale serie Drive met de klantenvoordeel tot en met €6.500. En als kers op de taart bieden we op de Caddy een 0% rentevoet aan in klassieke financiering. En we mogen toch ook een aantal nieuwigheden verwachten binnen jullie gamma dit jaar? Ja, 2022 wordt het jaar van de productlanceringen. We zijn gestart met de nieuwe T7 Multivan die zo pas is toegekomen in onze showrooms. De T7 Multivan uniek in zijn segment met 7 volwaardige zitplaatsen en in combinatie met zijn hybride motorisatie tot 100% fiscaal aftrekbaar en een voordeel à la aard vanaf €150. De ideale gezins- en bedrijfswagen dus. Maar dat is niet onze eerste geëlektrificeerde voertuig van 2022, want dit jaar lanceren we de iconische ID. Buzz. Die komt er in zowel een cargo-versie als een personenvervoerversie en de wereldpremière staat nu gepland begin maart, kort daarna reeds bestelbaar en te bezichtigen einde van het jaar in onze showrooms. En last but not least hebben we de nieuwe Amarok die in het laatste kwartaal eveneens te bezichtigen zal zijn bij onze dealers. Hartelijk dank, Jan. En we blijven binnen de Volkswagen Groep met het jongste merk van de groep, Cupra. En we konden een leuk gesprek opnemen tussen de fleet en de operations manager. Seat blikt terug op een goed jaar 2021. Met een bevestiging in de fleetmarkt. De cijfers liegen niet. Hè. We hebben toch, dankzij een jarenlange strategie, zijn we in fleet echt serieus vooruit gegaan. Niet alleen de strategie, we hebben een productengamma dat altijd maar uitgebreid is. En vooral ook de sterspelers, ja, dat is ons netwerk. Ja. En dan ook ja, Cupra. Hè. Ik bedoel, dat is uiteindelijk een nieuwe weg die we inslagen, ja. Maar die al toch een jumpstart heeft gekregen. En die jumpstart werd voornamelijk mogelijk gemaakt door de Formentor. De Formentor, ons eerste echte Cupra-model, ja. Blijft beschikbaar in een ruime waaier aan aandrijfopties. Ja. En in de fleet zijn er toch twee fiscaal vriendelijke plug-in hybrides. Ja. Heeft een zeer unieke stijl, heeft een fantastisch rijplezier, ja. En een design die hem enorm populair maakt, voilà. in de fleet. Een ander speerpunt is de Cupra Leon, die als plug-in één van de enige geëlektrificeerde vijfdeurwagens is op de markt, met veel laadruimte. De hoofdrolspeler voor 2022 is sowieso onze Cupra Born. Hè. Eerste volledige elektrische model bij Cupra. Maar ook de eerste elektrische wagen die het eindelijk aandurft om de rijdynamiek hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Nu, elke professionele bestuurder kan rekenen op een zeer goed uitgeruste Cupra Born. Sportieve ophanging, e-boost functie, standaard al uw velgen 18 duims, standaard navigatie, verwarmd stuur, ledkoplampen mogen we zeker niet vergeten. Ja. Mooie kuipzetels vooraan. Enfin, is heel goed uitgerust. Terwijl je het vertelt, ik ben al aan het wegdromen. Joh. Voilà, dat gaat de bedoeling zijn. Hè. De fleet manager is alvast gemotiveerd. Na 2021 zal ook dit jaar weer gekenmerkt worden door de grote vertragingen in leveringen. Bij bedrijven doet dat natuurlijk heel wat vragen reizen. Bart, hoe zien jullie dit bij Ford?
Wel, bij Ford hebben we er bewust voor gekozen om een aantal strategische modellen en motorisaties voorrang te geven in heel het productieproces, waardoor dat we toch nog met redelijke leveringstermijnen zitten. Die variëren tussen, afhankelijk van model en motorisatie, tussen de 4 tot 8 maanden, wat dat vandaag in de huidige omstandigheden enorm goed is. En buiten die vertragingen heeft de klant natuurlijk ook best moeilijk door het kiezen van de soort aandrijving. Er is zoveel aanbod. Welk advies geven jullie hen? Wel, vandaag willen wij de klant voorbereiden om over te gaan naar full electric, maar we merken toch dat de bestuurder soms of de infrastructuur nog niet voor iedereen klaar is en we gaan de klanten toch wel een geleidelijke overgang adviseren en voor de veelrijders toch nog naar plug-in of mild hybrid technologie een oplossing te bieden. Omdat we vandaag zien dat die technologie minstens even efficiënt is als de diesels voor de veelrijders. Chez Renault, l'électrique se décline désormais sous bien des formes. La preuve, car après la Mégane E-Tech 2021, voici la Mégane E-Tech 2022, mais on ne parle plus du tout de la même chose. Nous avons peut-être d'abord expliqué qu'E-Tech, ça couvre en fait l'intégralité des moteurs électrifiés chez Renault, donc hybride, plug-in ou électrique. Alors aujourd'hui, on parle de nouvelle Mégane, donc une toute nouvelle voiture, donc un nouveau design, nouvelle plateforme qu'on va lancer au printemps de cette année et qui aura une autonomie jusqu'à 470 km. Alors, vous l'avez évoqué, nouvelle plateforme dont la spécificité est d'être compacte, légère, avec des implications sur la conduite et sur l'habitabilité. Tout à fait. Donc, et pour développer cette nouvelle plateforme, on peut bien évidemment capitaliser sur notre expérience et savoir-faire dans le domaine du véhicule électrique, parce qu'on a été un des pionniers. Donc, nouvelle Mégane, effectivement, bénéficie de cette nouvelle plateforme, mais aussi et surtout d'une nouvelle génération de batterie qui est très compacte, avec une finesse record de 11 cm de hauteur seulement. Et c'est vrai que ça contribue à l'espace intérieur, mais aussi et surtout au dynamisme de la voiture, parce que grâce à cette finesse de la batterie, on a pu abaisser le centre de gravité du véhicule. Et donc, ça contribue au plaisir de conduire de Mégane. En 2022, Renault profitera aussi d'une gamme d'utilitaires légers largement renouvelée. Et ça tombe bien parce que là aussi, les évolutions sont très rapides. Oui. Donc d'abord, les évolutions presque obligatoires parce que toute la gamme est passée à Euro 6D full, logiquement. Mais on vient d'introduire un nouveau Renault Trafic, donc un de nos best-sellers dans la gamme fourgon, avec une nouvelle face avant, une cabine redessinée pour encore plus de confort, de nouvelles aides à la conduite, une palette de motorisation encore élargie, avec aussi notamment une boîte de vitesse automatique double embrayage. Et puis ce sera la première année pleine de la famille Kangoo, puisque désormais trois modèles, Express, Kangoo Van et Kangoo. Kangoo Van d'ailleurs qui vient d'être élu Van of the Year. Et là aussi, l'électrification va être présente, puisque que ce soit Kangoo ou Kangoo Van, on va compléter la gamme avec une version électrique. Et l'électrique aussi va être aussi présent dans le fourgon, puisque Renault Master bénéficiera d'une nouvelle génération de batteries, là aussi, pour encore plus d'autonomie. Donc là aussi, vous voyez que l'électrification d'un véhicule utilitaire devient de plus en plus concrète. Bij Kia wordt het jaar 2022 het jaar van de Sport Age. Wat zijn de nieuwigheden bij de nieuwe generatie? Nieuwigheden van de vijfde generatie? Het is een volledig pakket, dus heel de wagen is herbouwd geweest. Een volledig nieuw platform, zowel qua aandrijflijnen, dus hybride technologie, plug-in hybrid technologie. Zeer mooie TCO-waarden, CO2-uitstoten die resulteren in een 100% aftrekbaarheid. En uiteraard, de exterieure kenmerken zijn vrij fenomenaal. Onder andere met de Boomerang LED Lights, het nieuwe geïntegreerde logo. En dat alles gepaard ook met de 7 jaar garantie die Kia uiteraard biedt. Je zei me ook dat de Sport Edge geëlektrificeerd zou zijn. Hoeveel geëlektrificeerde modellen zijn er in jullie gamma? Wel, we zijn momenteel in uitvoering van het plan S, dus het strategisch plan van de groep. Tussen 20 en 2025 worden er 11 elektrificatiemodellen op de markt gebracht, waarvan 7 met een nieuw platform. En momenteel hebben wij 8 modellenversies lopende, met Sportage inclusief, die 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Bij MG blijft het aanbod uitbreiden en dit wel in een zeer snel tempo, Kaat. Ja, zeer snel tempo, dat kan je wel zeggen. Hè. We lanceren binnenkort reeds de vierde telg van de MG-familie. De eerste elektrische Brake. Brake, grote kofferruimte, 1400 liter, dat met een range van 400 kilometer. Dus we kijken enorm uit naar dat fleetproduct. En de missie van MG is eigenlijk om elektrisch rijden zeer toegankelijk te maken. Dat uitzicht in de prijs.
We zouden deze wagen lanceren rond de 30.000 euro. Dit model komt er na een andere lancering, die van uw nieuwe vlaggenschip. Ja, je praat over de Marvel R. Top design, top prestaties en top technologie. Beschikbaar in twee uitrustingsniveaus. Alle met een 70 kilowatt batterij, dus goed voor een range tot 400 kilometer. Wagen beschikt ook over de vehicle-to-load technologie. Dus je kan een extern elektrisch apparaat aan de wagen koppelen. En je kan meteen ook je elektrische scooter of zelfs je laptop opladen. De wagen komt ook met 7 jaar garantie. Kaat, welkom terug. In de fleetmarkt is de vraag naar verbrandingsmotoren toch nog vrij groot. En daar heb jij ook oplossingen voor. Klopt, niet iedereen is vandaag klaar om elektrisch te rijden. We hebben bij Suzuki de Swayze in hybrid, de Acros in plug-in hybrid. Wel, vandaag lanceren we de S-Cross in mild hybrid. Een echte SUV die zeer functioneel is. En wat zijn de troeven van dit nieuwe model? Wel, het is een zeer ruime wagen. Het biedt plaats aan 5 volwassenen. Het heeft een flexibele kofferruimte van 430 liter. Stijlvol en tegelijkertijd ook stoer aan de buitenkant. Mild hybrid, dus meteen ook goed voor het verbruik. En de wagen heeft ook tal van veiligheidssystemen. Onder andere camera's en sensoren, wat het rijgemak en de extra veiligheid ten goede komt. En de wagen is beschikbaar met 5 jaar garantie. Kaat, nogmaals welkom. SsangYong staat bekend voor zijn SUV's en 4x4's, maar eind vorig jaar hadden jullie ook leuk nieuws. Ja, een nieuwjaarsgeschenkje. SsangYong lanceerde de elektrische variant van zijn Corando, de SsangYong Corando e-Motion. Opnieuw een SUV, inderdaad, die hier de voordelen combineert van een terreinwagen met die van een elektrisch aangedreven personenwagen. En waarom zou ik die in mijn wagenpark nemen? Maar het is een ruime wagen, opnieuw. Ook een ruime koffer. En opmerkelijk is eigenlijk het sleepvermogen van de wagen, voor een elektrische wagen dan, van 1500 kilo. Zijn range van 339 kilometer tot zelfs 474 kilometer in zijn stadscyclus. Dat heeft eigenlijk te danken aan zijn slim energiebeheer. En de wagen heeft een aantal hulpmiddelen aan boord, waardoor we het verbruik kunnen drukken en de auto kunnen optimaliseren. De wagen komt ook met 7 jaar garantie. Dankjewel. De elektrificatie is duidelijk in volle beweging. En dat kunnen we ook zeggen van het volgende merk met een legendarisch rallypalmares. In de loop van 2022 zullen wij de Solterra op de markt brengen. Dat is onze eerste 100% elektrische SUV. De Solterra, dat staat voor Sol en Terra, dus dat betekent zon en aarde. Deze wagen combineert eigenlijk de voordelen van een elektrische wagen met onze kernwaarde Safe and Tough, waarvoor Subaru eigenlijk al jarenlang bekend is. De Solterra wordt voor ons ook een belangrijke wagen, omdat we met deze wagen ook de fleetmarkt kunnen gaan betreden, waarbij we zeker een interessant voordeel kunnen bieden aan zelfstandige en kleine bedrijven. Onze milde hybride gamma bestaat uit de Forester en de XV. Deze wagens gaan we zeker behouden in milde hybride. Waarom? Omdat we merken dat de consumenten toch ook nog vraag hebben naar die type wagens. Omdat ze momenteel nog niet de overstap willen maken naar 100% elektrisch. En waarom doen ze dat? Omdat ze echt nood hebben aan trekrecht om bijvoorbeeld met hun wagen op vakantie te gaan met de caravan. Of nood hebben om aan aanhangwagens te trekken. En daarom houden we dit type wagens nog zeker enkele jaren in onze gamma. LEVC is de naam van een Engels merk dat sinds kort verdeeld wordt door de groep Sterks de Smet. Hij heeft de look van een Londense taxi, maar er zijn ook bepaalde andere argumenten. Ja, LEVC is gemaakt en gebouwd en ontwikkeld in Engeland en kent zijn roots bij de London Cabs. Dit is het commerciële voertuig van LEVC. LEVC maakt gebruik van de REEV-technologie, Range Extended Electrical Vehicle, waardoor dat het voertuig 110 kilometer op zijn batterij kan rijden en dankzij de Range Extender een volledige autonomie heeft van 485 kilometer. Hij heeft zijn luxe natuurlijk, die troeven heeft hij mee, maar er zijn ook een paar supplementen aan verbonden.
Ja, bovenop de standaardgarantie van 5 jaar biedt de LWC een laadvermogen van 830 kilogram of de plaats voor 2 volledige europaletten. In 2021 heeft de autosector het zwaar te verduren gehad, maar bij Mazda, Peter, was dat net iets anders. Ja, Mazda is een van de weinige merken die het in 2021 beter gedaan heeft dan in 2020. We hebben ongeveer 5% meer wagens verkocht. En we denken ook dat januari wel een succes zal worden. Hè. Niet alleen hebben we onze interessante salonloze condities, maar door het feit dat we niet hebben moeten investeren in een fysiek salon, kunnen we de klanten ook nog eens een extra korting van €500 bieden. Uh-huh. En staat er dit jaar iets nieuws te wachten voor Mazda? De meeste modellen in onze line-up hebben een update gekregen voor modeljaar 2022. Zo is de Mazda 2 nu al verkrijgbaar in een mild hybride versie, binnenkort aangevuld met een full hybrid Mazda 2. Onze populaire roadster, de MX-5, die had al een uitstekende wegligging, maar dankzij het Kinematic Posture Control systeem is die nu nog verbeterd. En we lanceren momenteel een grondige esthetische update van het meest succesvolle model bij Mazda, de CX-5. Later dit jaar gaan we echt het premium segment betreden met de CX-60. Dat is een grote SUV met plug-in hybrid technologie en een afwerking van een ongezien niveau met Japans vakmanschap en inspiratie. Oké, dankjewel Peter. En zoals je al zei, de CX-5 heeft een facelift gekregen en wij mochten deze al testen. Schrijvers dromen van een bestseller in de boekenwinkel, regisseurs van een kaskraker in de bioscoop en ook automerken hebben bestsellers. Deze CX-5 vertegenwoordigt voor Mazda meer dan 1 op de 3 verkopen. Dat paradepaardje van het merk viert dit jaar zijn 10e verjaardag met een zoveelste evolutie en nog steeds dezelfde obsessie. Nog aantrekkelijker worden. Door aan zijn looks te blijven modelleren zonder de essentie van het codeontwerp te veranderen. Eerder door bepaalde elementen, zoals de grillen of de lichtsignatuur, opnieuw te ontwerpen. Mazda profiteert ook van zijn succesmodel om de persoonlijkheid van elke CX-5 te versterken. Met 5 nieuwe versies als instapmodel de CX-5 en dan de CX-5 Enzo en de hoogste in het gamma Takumi. Er zijn ook 2 speciale versies, Newground en deze hier, Homura. Een versie met een sportief karakter, met een glanzend zwarte afwerking. 19-inch metallic velgen, ideaal qua effect in combinatie met deze polymetal grey koetswerkkleur. En dan het interieur. Rode stiksels op het stuur, de stoelen en de deuren. Gesofisticeerd, geraffineerd, pittig. Verfijning en emotie ook achter het stuur. Met 2 benzinemotoren, 2,0 liter of 2,5 liter. En 2 versies van de 2,2 diesel, 150 of 184 pk. In een nieuwe evolutie van de Skyactiv architectuur. Om vermoeidheid aan boord te verminderen, werd extra aandacht besteed aan parameters zoals de stoelen en de ergonomie van het dashboard dat voor een vertrouwend gevoel van wegligging zorgt en betrouwbaar de reacties van de auto op de commando's van de bestuurder versterkt. Ook al ben je perfect geïsoleerd van het omgevingsgeluid achter het stuur, heb je echt het gevoel verbonden te zijn met de weg. Je voelt je één met de machine en dit voor een SUV is eerder zeldzaam. Om dit gevoel te versterken, introduceert deze CX-5 modeljaar 2022 het Mi Drive of Mazda Intelligent Drive Select systeem op benzineversies met automatische transmissie. De bestuurder kan nu met een druk op de knop de meest geschikte rijmodus selecteren. Ook dit is een constante evolutie. Het volledige gamma van Hyundai werd, bij wijze van spreken, volledig vernieuwd in 2021, Kaat. Dat schept heel wat opportuniteiten.
De focus lag eigenlijk vooral op de elektrificatie met de plug-in hybride versie van onze bestseller, de Tucson, maar ook de Santa Fe. En zeker ook de Ioniq 5, een volledig elektrisch model, die ondertussen al zeer veel in de prijzen viel en genomineerd is voor de Car of the Year Awards. Ja, je mag wel zeggen dat Hyundai vandaag een sterke evolutie doormaakt op vlak van merk, imago en technologie. En dat merken we ook in de fleetmarkt en daar gaan we uiteraard op verder bouwen. Vroeger gekend als Challenger, nu meer en meer een vaste ware in de fleet. Wat mogen we verwachten van 2022? Well, vandaag hebben we binnen Hyundai eigenlijk het breedste gamma op de markt. Hè. Dat is zowel naar motorisaties als naar technologie. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken blijven zitten. We hebben onze merkenlijn Ioniq, hè, vandaag reeds met de Ioniq 5. En nog even geduld, maar naar het einde van het jaar lanceren we de volledig elektrische Ioniq 6. En ik kan je wel zeggen dat die echt wondermooi is. Dat wil ik gerust bevestigen, Kaat. De Koreanen staan op scherp en dat kunnen we ook zeggen van de volgende Japanner. Toyota lanceert zijn allereerste 100% EV, de BZ4X. BZ staat voor Beyond Zero. Beschikbaar vanaf midden van het jaar, nu wel al voorbestelbaar via internet of op onze website. Een SUV met 450 km WLTP-bereik, een batterij van 71,4 kW, oplaadbaar aan 150 kWh. Maar daarnaast hebben jullie ook weer een aantal mooie grote deals kunnen afsluiten. We hebben een aantal grote deals gesloten, inderdaad. We hebben terug Ernst & Young mogen leveren op vlak van Corollas. We hebben ook Bpost een zestigtal Corollas mogen leveren. En natuurlijk 100 ProAces. En als je kijkt naar het type bestuurders, zijn dat vooral mensen die hun wagen elke dag nodig hebben. En daarvoor is natuurlijk onze hybride technologie een zeer mooie oplossing. We zijn vooral klaar voor 2022. We kijken er ook naar uit om mee te kunnen spelen op vlak van elektrische, puur elektrische wagens. Je weet dat er op vlak van fiscaliteit heel wat gaat veranderen in België in de toekomst en wij zullen daar klaar voor zijn. In de stad van morgen moet de mobiliteit uitsluitend elektrisch zijn en de stad Jeroen is de natuurlijke biotoop van Mini. Absoluut, we hebben dat vorig jaar heel hard gezien. De Belg gaat heel snel elektrificeren en we hebben een ongezien record neergezet qua verkoop. Te danken aan natuurlijk onze elektrische Mini, die heel sterk omarmd is door particulieren en bedrijven die zich willen gaan profileren met een duurzame mobiliteit. Maar niet te vergeten ook onze plug-in hybride versies, die het ontzettend goed hebben gedaan. Hè. Dus alles samen goed voor een recordjaar voor Mini. En Big Love is de nieuwe slogan. Hoe gaat zich dat verklaren in 2022? Ja, dat zal je in 2022 heel duidelijk op onze markt gaan zien. Hè. Big Love is het nieuwe thema waarom Mini gaat werken. We gaan werken rond diversiteit, rond duurzaamheid en ook rond optimisme. En dat zijn natuurlijk die thema's waar geen ander merk als Mini zich laat identificeren. Pas mal de nouveautés chez Land Rover en 2021 et parmi celles-là, eh bien, un nouveau fleet manager, même si vous n'êtes pas tout à fait un inconnu du secteur, hein, Cédric. Effectivement, c'est en 2008 que j'ai démarré ma carrière chez LeasePlan, où je suis resté environ pendant 11 ans. J'ai exercé plusieurs fonctions, dont sales manager lorsque j'ai clôturé ce chapitre. Mais c'est en 2019 que j'ai saisi l'opportunité de développer le fleet chez Jaguar et Land Rover. Et je suis évidemment très fier maintenant d'être le fleet manager de ces deux très belles marques. Alors, la fin d'année chez Land Rover a été marquée par le lancement d'une nouvelle génération de Range Rover. Il sera disponible en plug-in hybride. Ça vous en fait désormais quelques-uns dans la gamme. Effectivement, le nouveau est très emblématique. Range Rover vient s'ajouter à notre gamme de véhicules électrifiés. Néanmoins, nous poussons le progrès avec sa version plug-in hybride parce que celui-ci sera disponible avec moins de 30 grammes de CO2 au kilomètre et une autonomie 100% électrique de plus de 100 km. Donc ça nous fait avec le Discovery Sport, le Range Rover Evoque et le Range Rover Velar, quatre plug-in hybrides écologiques et fiscalement très intéressants. Et nous nous sommes rendus chez un concessionnaire de la marque pour prendre la température en ce début d'année 2022. Regardez. Dus
dit jaar is er geen autosalon op de Heijzel, helaas. Maar dit houdt niet tegen dat wij hier bij Jaguar Land Rover Assen wel een mini-salon organiseren. Er zijn saloncondities op zowel benzine, diesel, plug-in hybride, als ook volledig elektrisch, met ook zeer voordelige financiële producten met een gegarandeerde restwaarde. De levertermijnen vandaag zijn wel redelijk lang bij de meeste merken. Wij kunnen dit een beetje counteren. We hebben een heel mooie stok aan nieuwe, als ook jonge tweedehandswagens. Dit zowel voor Jaguar als voor Land Rover. Wij hebben dan ook zeer interessante financiële producten vandaag de dag. Zowel voor zelfstandigen, fleet als voor particulieren is er een gegarandeerde restwaarde. Dit kan op 3 jaar, 4 jaar als op 5 jaar. Hierdoor heeft de klant dan ook geen kopzorgen, afhankelijk van de motorisatie die hij al dan niet zou kiezen. Bij Jaguar Land Rover Assen zijn we ook volledig autonoom. We hebben net geïnvesteerd in een gloednieuwe carrosserie van meer dan 2000 vierkante meter. Dit is een multimerken carrosserie, dus de klanten kunnen eigenlijk voor A tot Z bij ons terecht. Roel, vandaag heeft iedereen het over elektrificatie. Jullie hebben die strategie al jaren. Wat doet dat voor jullie? Ah, superboeiend. In december waren meer dan 70% van onze voertuigen waren geëlektrificeerd. Best verkochte fleetmodel in 2021 was onze XC40. Dat is een wagen zonder diesel op de prijslijst. Dat zegt iets, is ongezien. En heel veel klanten en mensen die advies vragen bij ons. Nu, het is meer. Het is een missie, het is een statement. En we willen heel transparant zijn. Dat is ook de reden waarom dat onze pricing, ja, dat is inclusief onderhoud, inclusief bijstand, inclusief waarborg. Ja, en dan nog een netwerk bij onze dealers van snelladers. Uiteraard iets interessanter voor de Volvo-rijders, maar ik kan nog zo uren doorgaan. Het is superboeiend. Het feit dat jullie in België produceren, maakt dat deel uit van het succes? Absoluut. Gent, dat is het centrum van elektrificatie, vooral in de leveringstermijnen. Kijk naar de XC40 en nu die prachtige C40 die we lanceren. Ja, die leveren we op 6-7 maanden. Maar het is heel moeilijk om die visie en die missie over te brengen aan de mensen. Dus wil ik zeggen, ik wil iedereen uitnodigen die nieuwsgierig is naar Volvo. Neem gerust contact. Jullie hebben de e-mailadressen, jullie hebben de telefoons en we nodigen jullie graag uit. We kijken eruit. Bij Audi gaat de elektrificatie verder, een elektrificatie die verschillende vormen aanneemt, is het niet, Filip? Zeker en vast. Audi heeft zowel op vlak van plug-in hybride als op vlak van full electric al een zeer ruim aanbod. In de plug-in hybrides gaan wij op de salonperiode ook een fiscaal interessante versie van de Q7 TVSI-E toevoegen. Op de volledig elektrische voertuigen gaat het gamma in de middenklasse met de Q4 e-tron, de Q4 e-tron Sportback, die verkozen is tot Green Car of the Year trouwens. Vervolgens zijn wij een stapje hoger de e-tron en de e-tron Sportback. Twee modellen die in België gebouwd worden in de fabriek De Vorst, volledig CO2-neutraal. En dan top of the bill is bij ons e-tron GT en de sportievere variant RS e-tron GT. Twee modellen die echt wel de filosofie van elektrisch rijden hoeft niet saai te zijn vertegenwoordigen. Ja, en Audi heeft onwaarschijnlijk nog meer dingen in de pipeline. Zeker en vast ook daar. Met de A6 e-tron concept heeft Audi recent een nieuwe voorsmaakje gegeven van een bijkomend model. En ook daar zullen nog nieuwe modellen in de pipeline zitten. Dus aan vlootbeheerders geef ik zeker en vast de boodschap. Blijf ons volgen in de nabije toekomst. En wij blijven in de premiummerken met wat Lexus in petto heeft voor 2022. Gert, Lexus gaat full electric. We verwachten een modeloffensief tegen 2025 en tegen 2030 een volledige elektrische line-up. Maar het programma start al nu, in januari, met de nieuwe NX. De plug-in is echt een strekhouder in zijn segment. Hij heeft een grote batterij, kan tot 98 kilometer full electric rijden. En nadien profiteer je natuurlijk van het hybride systeem. Dus wanneer dat je met een platte batterij rijdt, dan zijn we tot 30% zuiniger dan onze concurrenten. Naast de plug-in hebben we natuurlijk ook onze full hybride versie. We hebben op dit moment onze UX250H en we lanceren bij de NX de NX350H. En dat is voor ons nog altijd de ultieme drivetrain voor al wie dat veel kilometers rijdt en op zoek is naar een next step na een diesel.
En binnenkort mogen we in het D-segment ook een nieuwe BEV verwachten van Lexus? Ja, dat klopt. We hadden al de UX300e die we vorig jaar hebben gelanceerd. En dit jaar, in het tweede semester, lanceren we de RZ450e. En dat is onze eerste D-segment gelanceerd. En dit jaar, in het tweede semester, lanceren we de RZ450e. En dat is onze eerste D-segment, voorzien dus van het volledige full electric systeem. Bij Mercedes-Benz zien we de initiale EQ op nieuwe modellen. Is CO2-neutraliteit de nieuwe prioriteit van het merk, Claire? Absoluut. Onder impuls van onze strategie Ambition 2039 hebben wij al heel wat full elektrische voertuigen, onder de naam EQ dan, uitgebracht. En zo in 2022 gaan wij reeds 6 full elektrische wagens hebben, gaande van EQA tot EQS. Maar we hebben ook EQB, EQC en ook dit jaar gaan we EQE uitbrengen. Toch wel belangrijk voor de Belgische fleetmarkten. Het is sedan-modellen in onze E-klasse segment. Maar vooral belangrijk is dat de wagen heel wat elementen van de grote broer EQS gaat overnemen. Dan denk ik aan het platform, ook de hyperscreen. En ook een e-range van 660 kilometer. Mercedes heeft een tijdje geleden in de wandelgangen een tipje van de sluier opgelicht in verband met een nieuwe fase over de elektrificatieprogramma met de EQXX-concept. Wat weet je daarvan te zeggen? Ja, absoluut. We hebben inderdaad recent ons prototype Vision EQXX aan de wereld getoond. En daarin tonen onze Mercedes-Benz-ingenieurs wat mogelijk is van nieuwe technologieën over optimalisatie van aerodynamica, gewicht, maar ook gebruik van materialen die afbreekbaar zijn. En dankzij die optimalisatie krijgen wij e-ranges van meer dan 1000 kilometer. En precies die technologie gaan we ook vertalen in onze productiemodellen pakweg van 2024, 2025. Mercedes heeft een breed gamma aan plug-in hybrides die ook blijven groeien, maar die zich ook continu moeten aanpassen omwille van de fiscaliteit. Is het de dag van vandaag nog interessant om een plug-in hybride te hebben? Ja, wij verwachten zeker nog een grote vraag naar plug-in hybrides. Lees zelfs een boost tot midden 2023, dankzij fiscaliteit in België en voordeel van alle aard. Maar ook omdat de modellen heel interessant zijn. Neem nieuwe C-klasse die dat wij vorig jaar hebben gelanceerd. Heeft een e-range van 100 kilometer, dus toch al redelijk wat. En ook op het einde van dit jaar gaan we de nieuwe GLC lanceren. Plug-in hybride, meteen beschikbaar in benzine als in dieselvariant en ook weer met diezelfde e-range van 100 kilometer. Dus ja, blijft ook een interessant alternatief. On dit l'automobile en crise, mais ce n'est heureusement pas le cas chez tout le monde et heureusement pas chez vous, chez Bentley Bernard. Effectivement, 2021 a été une très belle année avec 109 immatriculations sur le territoire et un carnet de commandes où on dépasse les 140, donc assez important. Ce qui est important de savoir, c'est la part de marché des véhicules au-delà des 450 chevaux, où là on passe de 13,5 à 14,7%, ce qui fait une performance assez importante chez Bentley. Alors, Bentley échappe à la crise, mais n'échappe pas à la chasse au CO2. Vous avez des plans ambitieux dans ce domaine, avec du concret dès cette année? Effectivement, avec le plan qui s'appelle Beyond 100, qui est une philosophie à long terme pour Bentley, où là, on va travailler sur le développement des produits et aussi le développement du réseau. Et développement de produits, c'est avant tout une électrification de toute la gamme pour 2030. Et on va commencer avant tout avec le Bentayga hybride et la Flying Spur hybride. Jeroen, een opmerkelijk momentum. BMW sloot 2021 af als best verkochte merk in België. 1 Belg op 10 trouwens koos voor een BMW. Wil dat zeggen dat de Belg goede smaak heeft? We zijn heel blij om vast te stellen dat BMW voor de Belgen een love brand blijft. En we danken daar denk ik aan 2 factoren. Aan de ene kant een jong gamma. De Belg blijft daartoe aangetrokken. We hebben heel jonge, nieuwe modellen. Aan de andere kant is corona voor ons nooit een excuus geweest. We hebben als invoerder op de gaspedaal geduwd. En we zijn blijven investeren in dat contact met die klant. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Jullie zetten ook in op duurzame elektrificatie. Is dat geen pleonasme? Absoluut niet. Hè. Voor BMW is elektrificatie per definitie duurzaam. Wij gaan heel die keten controleren. We gaan kijken bijvoorbeeld waar komt dat kobalt van die batterij vandaan uit die auto. We gaan dat zelf gaan aankopen in Australië en in Marokko om te vermijden dat daar kinderarbeid bij te pas komt. Op die manier gaan we heel die keten controleren en dat uitzicht in ons gamma. De iX en de i4, onze nieuwe elektrische vlaggenschepen. En de i7 die er later dit jaar bij komt, de volledig elektrische nieuwe 7-reeks. On l'a vu, le luxe et le prestige ne connaissent pas la crise. Et ce qui est vrai chez Bentley, Bernard, l'est aussi chez Lamborghini. Effectivement, très belle performance pour cette marque également, avec 56 immatriculations et on approche les 100 unités au niveau des commandes. Deux effets assez, c'est d'abord une bonne santé des véhicules sportifs de notre gamme avec le Huracan et l'Aventador, donc c'était le dernier moment pour pouvoir acheter ce véhicule. Et forcément, les Russes qui performent vraiment très bien. Il ne faut pas oublier qu'on a ouvert une concession au mois d'avril sur Anvers qui vient renforcer ces chiffres. Alors aujourd'hui, une sportive se doit d'être utilisable au quotidien. On a un peu de mal à le croire en voyant l'engin que vous nous avez amené. Effectivement, et pourtant, ce véhicule est homologué parce qu'on l'appelle STO pour Super Trofeo Homologata. Donc, ce véhicule peut rouler aussi bien sur circuit que sur route. Et donc, c'est un véhicule qui bénéficie de toutes les technologies possibles, imaginables, pour côté safety. Il ne faut pas oublier que Lamborghini nous apporte pas mal de choses dans le futur avec la dernière Aventador Ultimae, qui est le dernier V12 atmosphérique non hybride. Et il y a encore plein de choses qui vont arriver, mais je garde ça sous le coude. Marie, vorig jaar deed Aston Martin zijn intrede opnieuw in de Formule 1 met twee eenzitters, Formule 1 bolides, maar ook de safety car en een straatlegale versie. Klopt, de F1 Edition, verkrijgbaar in zowel coupé als roadster versie. Het is duidelijk dat Aston Martin heeft gekozen voor een zeer dynamische en sportieve look. Onder de motorkap kan je een 4 liter V8 biturbo terugvinden, die we ook kennen van zijn kleinbroertje, de gewone Vantage, maar dan met een power upgrade naar 535 pk en een vernieuwde achteras. Als dat niet genoeg is, dan komt dit jaar ook in maart Aston Martin Vantage V12 uit. Deze wagen zal tevens ook de laatste V12 Vantage zijn die Aston Martin zal maken. Dus wil je eentje of wil je bij de gelukkige horen, neem zeker contact op met ons. Een waar collectors item dus. Maar binnenkort zitten jullie ook in een nieuwe omgeving. Klopt. In mei gaat onze nieuwe showroom open. We hebben er even moeten op wachten. Maar nu kan je op dezelfde plaats als waar dat ook ons workshop is in Sint-Stevens-Woluwe de nieuwe showroom terugvinden die plaats zal bieden aan een 35-tal nieuwe en timeless Aston Martins. Opening dus in? Mei. In mei. We gaan er een Fleet TV van uit filmen. En nu is het tijd voor onze dreamcar. Eentje voor puristen. Het circuit van Zolder, de hometown van Fleet TV. Waar dreamcars fun hebben. Vandaag stellen we ons één vraag. Wat is nu puur rijplezier? Waarom? Omdat we de nieuwste Porsche Cayman voorstellen. En volgens sommigen is dit model minder waardig ten opzichte van de Porsche 911. Nu, onze dreamcar-piloot Jeffrey houdt enorm van de Cayman. En dat voor zijn typische ingrediënten. Middenmotor, centraal, achter, tweewielaandrijving, compacte afmetingen en een laag gewicht. Nu, als het om gevoel, karakter en balans gaat, is de Cayman zijn favoriet. En je hebt natuurlijk verschillende modellen van de Cayman. Wel, dit is de Cayman. De 718 Cayman GT4. Met zijn typische aspect. Want voor de tweede generatie van zijn Cayman GT4 heeft Porsche geen half werk geleverd. Beginnend met een frame dat geslepen en verlaagd is met 30 mm. De gebodybuilde carrosserie optimaliseert de aerodynamica en biedt ook een dosis extra downforce dankzij een vaste spoiler en een efficiënte diffuser. En als het op prestaties aankomt, heeft deze GT4 niet veel om de 911 te benijden. Sinds de benaming 718 is de Cayman overgestapt op een viercilinder met supercharger. Maar niet deze GT4. Deze krijgt de flat 6 van de 911 generatie 992 zonder supercharger, maar wel met een 4 liter.
420 pk en 420 Nm, met een maximaal toerental tot 8000 toeren. En een goede oude mechanische doos. Zo zie je maar, soms komen Jeffrey en ik wel overeen. Precies, een handgeschakelde versnellingsbak. Het wordt zeldzaam. De puristen die houden er wel van. De banden zijn nog niet warm. En top, off we go. 8000 toeren. Zien dat we altijd boven die 5000 toeren zitten, dan hebben we onze maximale koppel. Porsche heeft die manuele versnellingsbak perfect getuned. Jeffrey van Houdonk. Dreamdrive.be. Een dreamcar voor puristen. Nu nog eens lekker kunnen doorrijden met een auto. Hoe zal dat in de toekomst gebeuren? Naast alle elektrische initiatieven zijn er een aantal sportwagenmerken die inzetten op e-fuel. Een synthetische brandstof met minuscule uitstoot. En dat betekent dat de verbrandingsmotor toch nog niet ten dode is opgeschreven. On peut l'espérer. Et avant de se quitter, encore une petite information sportive. L'an prochain, Esteban Muth, pilote belge, défendra nos couleurs au championnat DTM. Il sera notamment soutenu par Delphine Boël, l'artiste. C'est à elle que l'on doit la robe de cette miniature proposée en édition limitée. Et pour soutenir le pilote, eh bien, vous pouvez même en acquérir deux. Et pour ça, rien de plus facile. Vous retrouverez toutes les infos sur le lien qui s'inscrit en bas de l'écran. Maar je kan er ook eentje winnen door deel te nemen aan de Fleet TV-wedstrijd via deze link. Bedankt om te kijken. Tot de volgende. Lights are on.